Bij ons nog altijd Johan Dane. Goedemiddag ondertussen, Johan. Ondertussen het aperitiefje verorberst. Het zal wel zijn. We zijn klaar voor de volgende stap. Hè. Een alcoholvrij tonicske, dat gaat er altijd in. Zeker. Het zijn eigenlijk twee verschillende boeken, maar er is een link, hè? Ja, wel, ik dacht eerst en vooral, MENT staat voor Music and Entertainment. Dus ja, er moet ook iets muzikaal bij zitten af en toe. Ja. Maar anderzijds, ja, de beide artiesten die hier in een boek vereeuwigd zijn, zijn beiden overleden, komen uit Nederland. Maar het zijn twee klinkende namen hier in Vlaanderen. Dus ik dacht bij mezelf, als zo'n boeken uitkomen, mogen we de muziekliefhebbers zeker en vast ook niet in de kou laten staan. Bram Vermeulen, om mee te beginnen? Bram Vermeulen, een man die zeker in Vlaanderen geliefd is. Hè. Geboren in Den Haag. Maakte deel uit van Nederlands Hoop in Bange Dagen. Uh-huh. Samen met Freek de Jonge. En de manager van Nederlands Hoop in die tijd, in de jaren 70, was Just Enschede. En dat is de man die de samenstelling heeft gedaan van het boek dat als titel meekreeg Het Eeuwige Jongenshart. Met name de dagboeken tussen 1984 en 2004. Waarom 2004? Ja. Omdat hij dan overleden is in Italië aan een hartstilstand. Ondertussen 17 jaar geleden, dat is ongelooflijk. Tijd vliegt. Ja, de dagboeken die hij gekregen heeft van zijn twee dochters, van Bram Vermeulen, en waar hij uiteindelijk een selectie heeft gemaakt over alles wat maar in het leven van belang was voor Bram. Ja. Wat vele mensen misschien niet weten, vooraleer hij een zangcarrière beoogde, was hij een internationaal volleyballer in Nederland. Okay. En bij de splitsing van Nederlands Hoop met Freek de Jonge is Freek heel belangrijk gebleven in Nederland. Bram moest zichzelf heruitvinden, is dan aan Vlaanderen gekomen en is daar uiteindelijk door iedereen gewaardeerd en geliefd geraakt. Hij was ook wel een beetje meer geliefd in Vlaanderen dan in Nederland. Ja, dat is een feit. Hè. Mm-hmm. Nu, zijn nummers, de meeste kennen we allemaal. Hè. Politiek, Rode Wijn, De Wedstrijd, De Steen, een prachtig nummertje. Mm-hmm. Dat her en der wel wordt gedraaid op onder andere begrafenisplechtigheden. Hè? Ja, want mensen moeten vooral ook luisteren naar zijn teksten. Maar de samenstelling van die dagboeken, er zijn 16.000 fragmenten, Mathieu. Okay. Maar heeft een keuze moeten maken, hè, van wat is zijn leven, hoe werden de liedjes opgebouwd. Wat was er met zijn concerten en met zijn opnames, wat komt er allemaal bij kijken. Ook striptekenen en schilderen, daar was hij een heer en meester in. En we zitten hier in Mariakerke, bij Gent, en niet zo ver hier vandaan. Dan heb je het Park Café, wat vele mensen in de maanden juli en augustus wel eens bezoeken. Ja, ja, en daar is hij in 1999 gaan wonen, op een appartement. Kijk. Ja. Marco Kassiman, de ene helft van Kassen & Co, was eigenaar van dat kasteeltje. Mm-hmm. En wie woonde daar nog? Roland, Comilfo. En dan heb je natuurlijk een bende van allemaal mensen die met muziek te maken hebben. Als die samenkomen. Maar het is een boek dat heel aangenaam leest. Je leert de mens Bram Vermeulen kennen, ook zijn liedjes. En het is een uitgave van Neig en van Ditmar. En dan heb ik nog een tweede boek en dan gaan we bij de dames. Een dame die... Ja, bezongen wordt en vereeuwigd wordt door Louis Neves, Martine Bijl. Het is een dame die amper 2 jaar geleden is gestorven. Ja, 2019. Ja, complicatie eigenlijk van een hersenbloeding die ze in 2015 had. Ze is geboren in Amsterdam en ze is uitgegroeid tot niet alleen een actrice, presentatrice, maar zangeres. Ook een cabaretière, zangeres. Mm. En wat vele mensen ook niet weten en wat in het boek duidelijk is wegkomt, ze was enorm tuinierend. Mm-hmm. Haar hof, haar tuin was alles wat piekfijn ze maar wilde doen. En piekfijn moest het in orde zijn. Mm-hmm. Ze was ook iemand die poppen maakte op wereldniveau. Want ze heeft boeken geschreven over de poppen die ze met klei maakte. En dat huisje van waar haar man Berend Boudewijn, de allergekende presentator, nog woont, staat nog vol met poppen. Kijk. En ze is ook een zeer talentvolle schrijfster geweest. Mm-hmm. En dat uit zich natuurlijk in dit boek, wat toch wel een heel mooie titel kreeg, van dit en dat en van alles wat. Want ze kon ook van alles, hè? Ze kon ook van alles, hè. Een nummertje uit 1966, Makelaar uit Schagen, komt ook terug in het nummertje van Louis Neves. Hè. Ik ben geen makelaar uit Schagen. Hè. Maar Berend Boudewijn heeft als ode aan zijn wijlen vrouw toch wel een keuze gemaakt tussen alles wat hij heeft teruggevonden. Niet alleen op de computer, maar ook in speeches, in dagboekjes die ze bijhield, aan allerlei eigen tekst die ze maakte. En daar heeft hij eigenlijk een geheel van gemaakt die de figuur van Martine Bijl op een heel mooie manier naar voren brengt. Ja. Hij is overlaatst ook met het boek geweest op televisie. En daar heeft André van Duin bijvoorbeeld een nummer gezongen wat werd vertaald in de tijd, het nummertje Vincent van Don McLean, werd vertaald door Martine Bijl. André van Duin heeft het daar gezongen en zag dan uiteindelijk uit die 85 jaar oude oogjes van Berend Boudewijn nu. Ja. Ook die tranen pengelen. Een ongelooflijke mooie vrouw. Maar een dame die op haar
punten stond. Ja, die wist wat ze wilde. En wist wat ze wilde. Ja. Dus ook voor mensen die eerst willen teruggrijpen naar die dame met hele mooie foto's erbij van vroeger en van nu. Wel, dan is ook een aanrader, hè, van dit, van dat en alles wat. Een uitgave van Atlas Contact. En ik zou zeggen, die twee samen een mooi muziekpakket om aan de kerstboom te leggen. Hè, Bram Vermeulen en Martine Bijl. Zeker weten. Volgende week, dan zijn we alweer een week dichter. Volgende week, dicht bij kerstdag. Ook dicht bij Sinterklaas. En ik denk dan even aan de kinderen en aan de jeugd. Dat mag ook wel eens gebeuren. Hè. Zeker weten. Zeker omdat ook heel wat ouders en grootouders zitten te kijken op dinsdagmorgen. Klopt. En dan zitten ze ook wel eens te denken aan een ideaal geschenkje. Mm. En ik denk dat we volgende week toch wel iets leuks hebben, want we gaan de uitgeverij Averbode centraal stellen. Mm-hmm. Met in het eerste deel een terugblik op 90 jaar Vlaamse filmpjes. Okay. En ik denk dan bij mezelf, wie heeft als jongere nooit een Vlaams filmpje in zijn handen gehad? Ja. En in een tweede stuk gaan we zien dat uitgeverij Averbode ook garant staat voor alles wat met jonge kinderen te maken heeft. Van knutselen tot lezen, tot wat dan ook. Dus ik denk dat het een heel mooie aflevering wordt waarbij Averbode centraal staat. Oké, afspraak volgende week zo rond 10:50 zal dat zijn. Dat komt in orde, Mathieu. Bij leven en welzijn. Dankjewel. Graag gedaan. Fijne week nog en tot volgende week voor de boekenrubriek.